gezellig, sociaal. Ah, zo bedoelt jij zo, gezellig, sociaal. Fijn, ik ga in het centrum ook wel anders. Wat is gezellig, sociaal en fantastisch. Fantastisch, spontaan. Overal gezien. Dan overal camera's, niks meer van privé. Mij maakt niks boos van gang. Nee. Maar mij niet echt. Wat maakt me boos van gang? Wat goed? De politie. De politie. Dat irriteert de jongeren echt. Ik ken ook wel wat mensen van de politie en ja, ik vind dat wel goede mensen. Dat we zo hard aangepakt worden, voor wat? Dan is het allemaal naar buiten, moeten ze allemaal in een rijtje gaan staan, is met de handen op de rug, lopen ze met de honden voor u. En dat je wil zitten, gaat u stoppen, want u bent te blaffen. Ik vertrouw de politie soms en soms ook niet, omdat ik vind, maar ik weet niet of dat dan aan de politie of aan de gemeente ligt, maar dat ze bijvoorbeeld te weinig patrouilleren en te weinig actie ondernemen. Er is een keertje ingebroken geweest bij mij. Maar dat was een jongen die verliefd was op mijn zus. Dus die was een beetje, ja, die had de sleutel gekopieerd en die is uiteindelijk komen inbreken. Het stond aan ons bed met een mes en al. En ik woonde toen op Linkeroever, heel klein, dat is een heel klein gemeente. En ja, we zijn naar de politie gegaan en die hebben echt gewoon niks gedaan. Die zijn gekomen, die hebben die gast uiteindelijk gevonden zelfs. Want ja, obviously wist mijn zus waar dat die woonde en zo. Niks gedaan. We zien die gast nog in de Lidl, achter de blok, echt zo. Ja, ze zijn ook niet, moet ik het zeggen, het is niet zoals in Amerika, dat ze racistisch zijn of dit of dat. Ik ben zo vaak gefouilleerd en die hebben zo vaak niks gevonden. Telkens hebben die echt niks gevonden, niks. Niks dat ik niet mocht bij hebben of zo. Waarom word ik dan nog zo vaak gefouilleerd? Allee. Gewoon iedereen oppakken en onmenselijk behandelen, ja. Daardoor krijgen jongeren nog minder respect voor de politie en voor de stad Antwerpen. Politie en zeker hier in Winterslag, dat snap je. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen gehad. En die handelen gewoon fout. Zijn beleefd tegen de jongeren, snap je? Dan krijg je ook een band met de jongeren. Maar hier is dat al lang niet meer. Mijn eerste instinct is ook echt nooit bel de politie. Nooit geweest. Nooit. Als we dat zelf kunnen regelen, gaan we dat zelf regelen. De aanpak van hen, die is te hard, die is te extreem. Machtmisbruik, ben dan alleen. Van ecstasy tot ketamine tot alles. Dat is wel. Zelf doe ik dat niet, maar ik weet het wel van mensen die ik ken. Drugs is zeker iets dat er altijd gaat zijn. In elke stad. Je kunt dat verbloemen, je kunt dat vermommen, maar dat blijft in elk stadje, in elk dorpje gebeurt dat overal wel. Nog nooit gedaan en ik kan dat ook nooit iets doen. Nee, daar ben ik echt tegen. Allee, ik doe geen drugs ook, ik drink niet. Ik probeer zo gezond mogelijk te zijn, voor voorbeeld te zijn voor mijn kind. Wij hebben in Schoten eigenlijk echt wel problemen met drugs. Dat is algemeen geweten. Mensen weten welke auto's, wie dat doet. En de politie ontwijkt het gewoon. Mijn moeder vond het eigenlijk super erg dat ik naar de politie moest voor iets dat ik misdaan had. Zo gezegd, maar ik had niks gedaan eigenlijk. Het gewoon een joint geruikt of zo. Het was sowieso belachelijk. Ik heb ook al een joint gesmoord op straat. En als ik eens het ongeluk had gehad dat ze mij hadden gepakt, dan kon ik nu niks doen met mijn diploma. En het gaat gewoon om geluk hebben en om, niet, om er niet louche uit te zien. En dat vind ik gewoon echt fout.
En ik hoop echt dat dat, als wij een andere burgemeester krijgen, dat dat stopt. Je gaat naar de Overpoort, zeg maar. Je vraagt daar aan iemand die daar een beetje staat, maar zo... Die beetje, je ziet al niemand dat die dat doet en ik kreeg dat direct. Ik vind dat verloren geld eigenlijk. Hè. Maar dan zal dat geld geven om je eigen gezondheid kapot te maken. Hè. Ja, legaliseer dat gewoon. Allee, ik weet niet. Wat kunnen die er ook geld uit halen? Uiteindelijk nu, of niet? Of wel? Die mannetjes die dat vitvee doen, ja. Nee, jij weet dat niet altijd. Als ze dat legaliseren, heb je goede biet. Ja, heb jij gewoon een shop die weet wat hij doet, die weet wat hij aan je verkoopt. Jij weet wat jij wilt. Je betaalt ze. Sowieso gaat er wat geld hè, naar de hogere mannen. En dan iedereen is blij. Het is makkelijk om het te verkrijgen, maar je bent er niet van verzekerd dat het ja, voilà. dat decent is. Dat, Stel je voor dat ik in de supermarkt ga en dat ik een fles alcohol pak en dat ik niet weet hoeveel alcohol dat erin zit. Dat is een verrassing. Misschien heb ik een pintje vast of misschien heb ik iets van 40%. Allee, ja. Ergens is dat nu de huidige situatie met drugs eigenlijk. Toch alleen buiten alcohol dan, want ik krijg een alcohol echt wel mee als drugs. Ja, natuurlijk, misschien nog een van de ergste. Ik denk, zat zijn is niks, maar moet eigenlijk een nacht zat zijn. Het heeft ook wel een beetje met cultuur te maken. Ja. Heeft. Like, aalst en drinken, dat is een cultuur en dat zou er al een sport kunnen zijn. Alles wat daarvan varieert is slecht en is taboe. Dat is ook een beetje kortzichtig is van de mensen zelf. Als ze alcohol legaal maken en sigaretten legaal maken, waarom zouden ze cannabis of alle soort drugs niet? Mogen maken. Nou ja, het is dat. Snap wel de oudere mensen. Super hypocriet gewoon. Hè. Dat is het grote hypocriet eraan. Hè. Waarom is dat racist? Waarom? Wat is de reden? Zonder turf had je geen kebab. Heeft iemand u iets aangedaan? De mannen die fluiten en zo naar de meisjes of zo. Hier gebeurt dat echt vaker. En daar word ik echt agressief van. Door meer naar elkaar te luisteren en meer elkaar te helpen, zullen we een groot verandering veroorzaken. We are young and we're the fans.